Dit is wat we het afgelopen uur gezien hebben. Een razendsnelle start van in eerste instantie Corné van Kessel en Clément Venturini. En het zijn ook deze renners, kijk naar Sweek in derde positie, deze renners die uiteindelijk de hele wedstrijd in handen gaan nemen. Michael van Tourenhout rijdt daar in vierde positie. De renners van Marlux Napoleon Games worden verwacht, want ze zijn met, op volle getalsterkte naar hier gekomen met vijf man. Zelfs nog een enkele renners van het jongere team erbij. Men verwachtte een koe van die ploeg, maar die is er helemaal niet gekomen. Van Kessel goed over de balken. Van Tourenhout loopt. En we zien er ook nog een Amerikaan mee vooraan zitten. Van Kessel razendsnel gaat hij er vandoor. En hij probeert de wedstrijd naar zijn hand te zetten. Van Tourenhout zegt, oh, moet ik hier nu gaan jagen? Ze hadden eigenlijk Kevin Pauwels uitgespeeld. Maar Pauwels is tegen de grond gegaan. En dus alle verantwoordelijkheid ligt bij Van Tourenhout. Maar dat lukt Van Tourenhout niet. Vooraan komt Sweek wel bij Corné van Kessel. Het heeft lang geduurd. En dan gebeurt dit. Fout van Sweek. Die houdt Venturini op. En Van Kessel gaat opnieuw aan de haal. En pakt een serieuze voorsprong. En dan ziet het er naar uit dat Van Kessel de wedstrijd gaat winnen. Maar Van Kessel maakt ook wel foutjes. Gaat veel trager deze berg op dan bijvoorbeeld Venturini en Sweek. En daardoor komt alles weer bij elkaar. Venturini gaat dan in de aanval. Van Kessel countert. En Sweek, heel verstandig, die volgt. Tot Sweek zelf op twee ronden van het einde het heft in handen neemt. Hij pakt 10 meter en die 10 meter worden er 20, worden er 30. En Sweek gaat aan de haal. En wint zijn tweede wedstrijd van het seizoen. Na Neerpelt dus ook overwinning in Hasselt. Het heeft moeite gekost, maar we hebben een pracht van de wedstrijd gezien. Hier ex-wereldkampioen bij de juniores, Venturini, pakt de tweede plaats. En Corné van Kessel nog maar eens een podiumplek hier in Hasselt.